en ouder. Namens de wheelies in de finale, Roy Barthen. FCC De Vaart, hij is terug op zijn fiets, Kevin van Bentum. De IJsselcrossers, ondanks de crash in marge nummer 1, Patrick van Pijkeren. De Boscrossers, aangeschoven met Ivo Springers. Talent BMX team, Mike van Mierlo. We gaan naar de Lion d'Or, die grote sterke man, Mike Aerts. Dan gaan we naar de Bissing Crossers, winnaar van de cruiserklasse. We gaan naar Kevin van der Linde. En de man die natuurlijk teruggekomen is uit de elite categorie, namens de Boscrossers, Mr. Robin van der Kolk. Finale, sportklasse, 25 jaar en ouder. Ja, nee, was te veel doen. Ik heb hier niks aan André. En toen ben ik maar rustig wel om. En ik ga ook in Nederland, maar dit belooft ook een hele mooie finale te gaan worden. Onder andere de drievoudig wereldkampioen Robin van der Kolk. Hij is hier ook heel goed vertrokken. Pakt hier de leiding. Pakt de zak van de halfshot. Gevolgd ook even van der Linde. Van der Linde op plaats nummer 2. Maar Aerts zit er ook nog goed bij. Aerts, waar zit hij? Hij zit op plaats nummer 3. De plaats nummer 22. Deze drie mannen zijn op elkaar gewaagd. Van der Linde zit daar in het achterhieltje bij van der Kolk. Van der Kolk en Aerts zit in het achterhieltje bij van der Linde. Het zit nog heel dicht bij elkaar hoor. Robin van der Kolk. Hij nog steeds aan de leiding. Gaat hij hier dan die finale ook winnen het afsluiten? In de sportklasse 25 plus. Waar komt hij aan? Van der Linde. Van der Linde. Waar is hij nog in staat? Kan hij er nog naast komen? Robba of Van der Linde? Het is Robin van der Kolk die de winst pakt in de sportklasse 25+.